In de rubriek Ruige Rimpels zijn wij op zoek naar stoere ouderen. Vandaag zijn we op bezoek bij Albert Lohmans in Asten. Ik ben Albert Lohmans, ik ben 73 jaar en mijn hobby en mijn beroep is valkenier. Hoe lang bent u al valkenier? Ik ben 73 en ik heb van mijn 6 jaar af heb ik roofvogels. En ik heb pas op 17-18-jarige leeftijd mijn diploma gehaald dat je valkenier bent. En hoe bent u daar op 6-jarige leeftijd al mee begonnen? Nou, dat moet je zien als kind dat je een konijntje, maar ik was gefascineerd door roofvogels. En ik kwam in het bos en er lag een ziek uiltje en dat heb ik meegenomen en beter gemaakt. En zo is het eigenlijk begonnen. En ik ben er nu nog helemaal van bezeten. En hoeveel heeft u er nu inmiddels? Nou hebben we er ongeveer 95. En welke van al deze vogels is dan uw favoriet? Ons favoriet is eigenlijk Jan de Raaf. En onze Kelly, de witkopzeearend, dat is mijn trots. Die heb ik eigenlijk vliegend ook het langste. Die heb ik 37 jaar en dat is eigenlijk mijn grote passie. En die vogels moeten natuurlijk eten, maar wat eten die zoal? En vooral als het zoveel, bijna 100 vogels zijn, hoeveel eten gaat er hier dan wel niet doorheen op een dag? Nou, dat is heel veel. Er zijn zo'n 1500 kuikentjes op een dag, veel konijnen. Hoeveel, dat weet ik niet precies, want ik voer ze zolang dat ze eten hebben. En duiven en fazanten en patrijzen, alle eten dat ik kan kopen, dat gaat eraan. En dat is eigenlijk een heel duur grappenmakerij. En zitten er geen risico's aan vast om met zulke grote roofvogels te werken? Nee, ja, er zit altijd. Ik heb mijn handen wel altijd kapot, maar als men een vogel bij de mensen op de hand zet, dan is die vogel betrouwbaar, anders doe je dat niet. Al pakt hij mij een keer, dat is niet zo erg, dat geneest wel weer. Van uw roofvogels, wat vindt u dan de mooiste eigenschap? Nou, dat ze luisteren en dat ze aanhankelijk zijn. De fijnste om te hebben zijn de raven. Die komen echt tegen een aanhang en kerkuiltjes ook. Ja, die zijn ja, heel lief. Als u nou met zo'n grote roofvogel staat, ziet u de dames dan? Ja, dat vinden ze wel heel spannend. Dat is een beetje stoer en ik beeld mijn eigen toch al veel in. Hè? Dus dan weet je dat. Dat vind ik ook stoer om dat te doen natuurlijk. En die willen die vogel op de arm hebben. Als ze dat willen, dan krijgen ze dat ook. He, dan kunnen ze een mooie foto maken en draaien. En er komen ook mensen, dus twee dames zijn er pas geweest met bodypaint. Dat vond ik natuurlijk zelf heel erg leuk. Dus dat was geweldig spannend, he. Voor mij en voor de vogel. De vogel die wist ook niet wat hij zag, want die ziet meestal die oude man. Dus die vindt die twee vrouwen ook mooier dan mij, denk ik. Zo is hij braaf. Goed zo.